Vandaag heb ik weer een hele leuke planning voor jullie. Maar voordat wij aan die planning gaan beginnen, wil ik even delen met jullie dat mijn bel helemaal blauw is geworden. En ik moet zeggen dat ik deze kleur, deze zeg maar, die vind ik eigenlijk wel het mooist voor de bel. Ik dacht eerst dat het die koperen was die ik gewoon mooi vond. Maar als ik het zo zie, vind ik dit denk ik toch wel mooi. Ik weet niet, dan lijkt het nog een beetje geroest of zo. In plaats van helemaal oranje. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Max. Want het probleem waar het heden Max mee zit, is dat dit gebouw hier nog niet gebouwd is. En hij staat er nu al 1,5 aflevering lang. Althans, dit cirkeltje hier. Dus ik dacht, jongens, laten wij vandaag beginnen met een prachtige timelapse over hoe wij deze arena hier hebben. Ja, een beginseltje aangemaakt. Ik weet niet hoe ver ik ga komen. Dat gaan jullie echt binnen nu en een minuut zien. Oh, wat spannend. Weer, hè? Maar goed, voordat ik ga beginnen aan de build van deze arena. Hoppatje! Dit betekent abonneren, want jij abonneert op het moment dat je deze gif ziet. En kijk, ik ben geabonneerd, maar dat komt echt door deze gif. En like even, want als je niet liked, verban ik Willy daar. Willy Dreyzoon, hallo! We zalen maar beter 3000 likes, Willy, ja. Maar goed, voor nu zeg ik veel plezier met kijken naar deze timelapse. Je hoort de muziek al opkomen. En dan in 3, 2, 1... Goed, daar zijn we weer, jongens. Toen ik aan dit project begon, was het 3 uur 's middags. En inmiddels leven we bijna om 10:30. Niet te geloven. Maar daar staat hij dan. Onze prachtige, ja, wat is het? Arena. Hij is nog niet helemaal af, jongens. Ik heb wel echt heel veel eraan gewerkt, moet ik toegeven. Meer dan dat ik had verwacht dat ik zou doen. Ik heb echt grotendeels van de buitenkant overigens nog niet af. Ik wilde nog dingen opbouwen. En grotendeels van de binnenkant ook nog niet af. Maar ja, ik bedoel, dat, wat ik zeg, grotendeels is wel af van de arena. Ik heb er een simpele tribune erin gedaan. Gewoon leuk, hier kan je staan. Hier kan je zitten en aan je boven kan je ook zitten zo. Maar heb je ook nog een stukje om op te lopen. Maar kijk, zoals dit. Je kan zien dat dit aan de binnenkant gewoon nog niet af is. Dat ziet er gewoon nog niet mooi uit. Ik heb een leuke zandgrond hierin gedaan, want dat hoort er wel een beetje bij. Hè, dat ze natuurlijk op zand aan het vechten zijn. Daar weet ik voor wat allemaal. Maar ja, ik vind het een hele leuke arena zover. Hij vliegt wel nog. Dat is zeker het dingetje wat ik op moet gaan lossen, jongens. Maar ik had 3 ideeën. Daarvoor. En dan moeten jullie maar even mee helpen wat jullie mooier vinden ervoor. Idee 1 is om het gewoon, net zoals bij de kerk daar, als natuurlijk een soort cliff naar beneden te laten lopen. Dat het gewoon een natuurlijk bergje is dat zo steil naar beneden gaat. Idee 2 is wat ik tegenwoordig daar bij die gebouwen doe. Dat het gewoon pilaren zijn waar het op staat. Dat het gewoon op een gebouwd platform staat. Maar daar komt die. Idee 3. Je moet het zo natuurlijk mogelijk voor je zien bij idee 3. Dus ook gewoon een berg die steil afloopt. Maar in die berg, in best wel dit grote gedeelte, zit een leuk restaurantje verwerkt. Dus er steekt dan een houten gedeelte uit en steekt eigenlijk een soort gebouw uit aan de onderkant. En dat is dat een restaurantje waar je gezellig je hamburgertje kan eten nadat je mensen elkaar hebt zien afslachten. Oh, dat is leuk. Dus laat maar even weten welke van die ideeën jullie het leukst vinden voor onder de arena. En terwijl je toch aan het reageren bent, like even deze video, want het heeft veel te veel tijd gekost om die poeparena weer in elkaar te zetten. En dan nu komt dat verdrietige moment wat elke aflevering wel heeft. Ik weet niet waarom, elke aflevering heeft altijd wel een verdrietig moment. En dat is nu, jongens. Helaas, deze mijn gaat zijn laatste adem... ademen. Ik ga hem namelijk dichtgooien. Het zit veel te veel in de weg. Het zit letterlijk in... Je komt de stad binnen. En het eerste waar je tegenaan loopt is gewoon een krater. Ja, en dat vind ik toch niet chill. Floor kwam met het idee van... Kan je hem niet gewoon opvullen? En toen dacht ik van... Weet je wat, dan maken we er gelijk wat leuks van. Dan gaan we hier een grote markt maken. Dan kom je binnen.
En je komt letterlijk gelijk op de markt terecht. Dat is toch veel leuker dan, ja, een krater zoals dit. Dus helaas, de mine. We moeten afscheid nemen van je. Laten we nog één keer de route nemen. Gewoon om het, ja, voor de leuk, hè. Dan is hij nog één keer gebruikt. Oh ja, hij is heel luid. Ik was vergeten hoe luid hij was. Nou, wat leuk, hé. Ik ga niet slopen. Als in... wat doe ik nou? Ik ga niet dit hier gedeelte niet slopen. Ik ga hem gewoon dichtbouwen. En als ik hem ooit nodig heb, dan kan ik gewoon een beetje hakken. En dan kom ik eronder natuurlijk. Misschien dat ik de ingang wel even hiervan hou. En dan een soort pad alsnog naar beneden hou. Maar dit moet gewoon opgevuld worden. Maar voordat we dat gaan doen, jongens. Voordat wij dat gaan doen, heb ik van iemand een hele goede tip gekregen. Die zei namelijk, Max, waarom geef je jouw chocoboxes niet kleurtjes? Want dan kan je ze veel beter uit elkaar halen. En hij heeft compleet gelijk. Ik heb zoveel moeite altijd met het uit elkaar halen van die chocoboxes. Ik weet nu dat hier hout er zo zit. Maar dat komt op de manier hoe ik het geplaatst heb. Maar als het in mijn inventory zit, dan kan ik echt gewoon onmogelijk altijd herkennen waar wat zit. Dus we gaan het nu even hier slopen. Het mag sowieso weg, want we gaan volgende keer verder met de arena. Het is genoeg arena buildings voor vandaag. Wacht even hoor. Kijk, en nu heb ik sandstone nodig. Ja, maar waar zit dat? Volgens mij heb ik dat in deze gedaan. Nee, niet in deze. In deze? Nee, niet in deze. In deze? Nee, niet in deze. In deze? Nee. In deze misschien? Nee. In deze dan? Nee. In deze dan? Oh mijn god, als het de laatste wordt. Hè? Jesus Christ. Ik heb het sandstone trouwens van René en van Robin en Justin gekregen. Oh ja! En Robin zei dat hij een cadeautje voor me had achtergelaten. Zo spannend! Dus laten wij snel even kijken. Want hij zei dat hij het bij mijn kasteel ergens had achtergelaten. Nou, ik moet daar toevallig toch heen om mijn chocoboxes even te kleurcoderen. Of colorcode, weet ik hoe je dat wil noemen. Gewoon kleur te geven. En dan hoop ik snel dat cadeautje gelijk te vinden. Oh! Moet dat mijn skin voorstellen? Ik zie de vergelijking. Ik zie de vergelijking als ik mijn skin zo zie. Maar ik denk dat dit mijn skin moet voorstellen. Er zit een boekje bij. Lekker. Dat is lang geleden. Zo lekker. Kijk, dit boekje is 100% dus van Robin. Hier heb je steen. Doei. Oh, zo lekker. Nou, leuk boekje. Dankjewel voor dit, de creatie. Ik hoop dat het veel steen is. Laat het veel steen zijn. Oh ja, trouwens. Hier, ik heb een nieuwe pickaxe, jongens. Die heb ik van Floor gekregen. Efficiency 5, Mending en Silk Touch. Oftewel, ik kan nu gewoon zo steen gaan hakken. Oh mijn god, het zijn... Nee. Zeg maar dat dit helemaal vol zit met steen, alsjeblieft. Alsjeblieft, zeg maar dat dit vol zit met steen. Robin zei wel dat het veel zou zijn. Dat ik een cadeautje van veel zou krijgen. Kom op, kom op, kom op. Zo lekker. Gast, hoe komen ze... Oh, natuurlijk. Ze hebben een hele grot uitgegraven. En waarschijnlijk denken ze van... Ja, we zitten toch niet meer zoveel in die grot. Hier, heb ons steen. Oh mijn, deze mag al het steen hebben. Jongens, laat dan maar even een lief verhaaltje voor Robin en Justin achter. Echt, dank jullie wel. Echt enorm. Dit is zoveel steen. Die ga ik echt gewoon zo blij mee zijn. Het gaat wel echt heel snel. Weet je, ik ga het hier laten staan. En dan kunnen jullie zien wanneer dit op is. Ik denk dat dit echt veel te snel op gaat zijn namelijk. Maar we laten het voor nu even staan, zodat jullie die progressie kunnen zien. Oké, we hebben hier al mijn chocoboxen staan. We hebben allemaal die. En ik denk dat ik voor steen, zoals dit... Voor hout... Nou, steen. Even het steen zoeken, hoor. Gewoon al het standaard steen, zoals die. En dan ook nog die. Die wil ik allemaal wit hebben. Zo. Dan weet ik dat mijn steen chocoboxes, dat die wit zijn. Dan kan ik dat ook zo houden. Plaatsen we die terug gelijk. Zo. Dan mijn hout. Dat is die. Hout is deze. En deze is ook van hout. Die wil ik rood hebben. Zo. 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 Plaatsen we die ook terug. Hoppakee. En dan wil ik even kijken hoor. Mijn dirtkistje zoals die hier. Mijn dirt chocobox. Dat wil ik ook altijd bij me hebben. Die wil ik heel mooi oranje hebben. Zo. Van, nou, een beetje de dirtkleur. Weet je, een beetje oranje. Oké, dan dit is gewoon troep. Die kan ik legen. Die maakt iets zozeer uit. En kijk, deze kan ik ook legen. Wat is dit? Oeh, de leaves. Die wil ik groen eigenlijk hebben, maar ik heb het niet. Dan maken we die voor nu maar gewoon hier. Magenta. Dat is gewoon de natuur. De natuur chocobox. Alright, dan legen we eerst deze twee even, van. Daar hebben we nu niet meer zoveel aan. En dan nemen we die weer mee. En die plaatsen we dan gewoon in mijn kist waar mijn chocoboxen zitten. En dan kan ik gewoon altijd weten. Ah, daar heb je de rode. Ah, daar heb je die chocobox. En dan kan ik gewoon zien wat ik moet pakken, weet je? Zoals ik het gewoon zoals dit... Nou, ik doe het even snel erin dumpen nu natuurlijk, zo. Misschien dat ik het ook netjes kan houden nu. Dat zou wel leuk zijn. Hier de lege, althans de lege die altijd veranderen. En dan zo. Dan weet ik, ah, ik heb steen nodig. Ik pak snel wit. Of als ik hout nodig heb, pak ik rood of dirt die. En dan natuurdingen die. Hele goede toeien. En mijn eten is alweer op. Jezus, gaat het snel. Oké, dan is het nu tijd om het gat te dichten. En daarvoor hebben wij natuurlijk dirt nodig. En een beetje steen. Alleen, steen ligt nu natuurlijk beneden. Gewoon normaal steen. Dus ik weet niet of we steen nodig hebben. Maar laten we het voor nu gewoon even dichten met dirt. Hier, we nemen het voor de zekerheid mee. Oh ja, wacht. Voordat we het gaan dichten, nog één dingetje. René heeft een nieuw huisje gemaakt. Laten we even kijken. Deze is af, maar dat had ik al laten zien volgens mij. Oh, wat een klein huisje. Wat leuk. Hij is echt heel leuk.
Oh my days. Wow. Ik hou echt van kleine huisjes, jongens. Dat is gewoon zo'n lekker klein sierhuisje is dit. Hij is echt amazing. Dit vind ik leuk. Een leuk pad er naartoe. Nou, dat gaan we natuurlijk nog extra leuk maken met allemaal leuke dingetjes en zo. Hé, je moet nog. Hop, hop. Heel leuk. Heeft hij ook interieur? Denk ik niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Oh, hij heeft gewoon 2 verdiepingen. Nice. Leuk. Ik ben trots op je, René. Hij is heel leuk geworden. Oké, ik heb met René afgesproken dat ik de omgeving eromheen doe. Dus ik ga hier een leuk verhoogd muurtje maken. Het trappetje hier leuk maken. Het pad een beetje opfleuren natuurlijk en zo. Dat is allemaal mijn taak. Bruggetje wilde je maken, toch? Ja, soort van bruggetje. Kan ik gelijk het pad daar naartoe verlengen. En oh my days, dan krijgen we echt al veel, jongens. We krijgen echt heel veel in het dorp op deze manier. Oké, dan plaatsen we die. Pakken we daar allemaal dirt uit. En dan is het tijd om hem te vullen. En ik denk dat ik dat... Vanaf welke hoogte wil ik dat doen? Even kijken hoor. Ik denk misschien wel leuk om het vanaf deze hoogte te doen. Zo. En dat dit dan met een trappetje naar beneden gaat of zo. Of mooi. Even kijken. Is dit... Ja, want dan kan ik hier kan ik het zo verhogen. Moeilijke keus. En ik moet ook oppassen dat het hier niet te hoog is. Want dan loop je gelijk tegen een muur aan. Ja, oké. Dit is dan de perfecte hoogte. Je hebt de compromis tussen die kant en deze kant. Dan wordt het wel eventjes heel plat, jongens. Maar dan moeten jullie even geen zorgen over maken. Ik vraag me af of ik genoeg dirt heb. Ik denk het wel, maar als ik het zo zie. Je hebt altijd tekort. Dan denk je, oh, ik heb nu vast wel genoeg, weet je. Maar nee, altijd tekort. En dan ga ik dit ook even weghalen in de tussentijd. Is ook wel mooi geweest, dat dingetje. Jij zit er... Auw, 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 auw. Oké. Jij zit er nog, weet je. Jij zit hier al zo lang. Het is tijd dat jij een keer verhuisd wordt naar de dodelijke pool in mijn kasteeltje waar alle puffertjes zitten. Je mag naar je broertjes toe, naar je vriendjes. En kom maar. Hoppakee. Welkom in je nieuwe huisje. Kijk hem zwemmen. Kijk hem lekker met de rest chillen. Dat is het meest dodelijke pool in... de meest dodelijke zwembad in heel de server. Dit gaat zo een verschil zijn. Ik zie het nu al een beetje ontstaan. Dat hier ineens heel veel ruimte is zometeen. Ik zie nu wel dat ik hem eigenlijk toch eentje lager had moeten doen. Oh, ja, dat gaan we ook doen. Dan gaan we alles weer weghalen. Sorry, jongens. Oh, ik word echt... Gewoon helemaal sufje van, jongens. Maar ik ben bijna klaar. Oh, dit geeft zoveel ruimte ineens hier. Voor nieuwe dingen gewoon. En hoppa. Zo, dan is dat ook weer gedaan. Kunnen we hier ook gewoon voortaan weer leven? Hoe ziet het eruit? Oh my days. Ik zie het al helemaal voor me hier. Gewoon een mega standbeeld hier in het midden. Van een stijgend paard van kwast of zo, weet je. René had ook nog een idee om een standbeeld te maken. Die kan dan sowieso hier in het midden. Op deze plek ongeveer. En daaromheen allemaal kraampjes met villetjes erin die dingen verkopen. Allemaal leuke dingetjes die er worden opgeslagen. En zo, ja, dit wordt hem, jongens. Dit wordt hem. Hier komen allemaal leuke dingetjes terecht. En imagine, omdat dit het plein is. Dat hier dan het restaurant komt. Dan zit het restaurant ook echt op het pleintje. En het moet wel een medieval restaurant zijn. Dus niet met het terrasje en weet ik veel wat. Maar gewoon een ouderwets... Hoe noem je dat? Herberg. Een herberg bedoel ik meer, jongens, dan een restaurant. Zo, ik heb gelijk even wat andere blokken gehaald die wij nu hier kunnen plaatsen. Want ik wil het wel een beetje gelijk netjes hebben. Kijk, ik moet nog veel dingen netjes maken. Daar moet ik ook nog wat netjes maken. Maar ik ga gelijk het pad bij René zo even fixen. Dus we plaatsen de goede chocoboxes plaatsen we hier. Dan hier van het andesite nodig. Dan maken we polished andesite van. En dan kunnen we gelijk zo aan de slag. Zo, zo. En dan zo, 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 zo. Kijk, dit ziet er leuk uit, jongens. Dit pad hier wat naar beneden zit, dat kan eigenlijk ook wel eventjes verhoogd worden. Dus laat ik al die blokken die hier zitten even weghalen. Oh, ik moet zo wennen aan dat we een beacon tegenwoordig hebben, jongens. Want die beacon is verwerkt hier in de molen door Floor. Die heeft dat gedaan. En een heel leuk kleurtje is ervoor gebruikt, vind ik. Ik vind het echt een mooi kleurtje. Maar jij komt uit het punt van de molen daar. Maar... We hebben haste. Oftewel, ik hak echt belachelijk snel ineens. Moet je zien, hier. Ik moet echt oppassen met wat ik doe. Hier. Want dingen zoals steen en cobblestone, alles behalve cobblestone eigenlijk. Dat hak je gewoon heel snel. Dat is best wel vervelend soms, om eerlijk te zijn. Zo, dan klopt dit alleen nog niet. Maar dat komt nog wel even. Ja, trouwens, dat ga ik nu wel gelijk doen. Ik kan het niet laten om dat dan niet gelijk te doen. Gooi de hekjes even tijdelijk dicht zoals dit. Vind ik niet heel mooi om het gewoon alleen hek te hebben. Het moet natuurlijk wel gecombineerd zoals dat zijn. Maar uiteindelijk gaat het hek ook weg. En wordt de tuin van Berend en Berendina ook veel mooier, jongens. Geen zorgen. Die is nu nog veel te wild. Pas bij toen het bos er nog zat. Maar ja, nu is het bos weg. Dus dan hoeft het ook niet meer wild te zijn. Dan is het randje hier gelijk ook netjes afgewerkt. Dat ziet er nu al veel beter uit. Overigens is dat nog niet af. Wat een heerlijk gevoel dat ik in één keer zoveel steen heb, jongens. Maakt het leven zoveel makkelijker. Zo, wat een verandering hier ineens, hè, als je hier buiten komt nu. Zometeen als Floor online komt, zit ze lekker in de huisje, zo weet ik van wat te doen. Komt ze buiten en denkt ze ineens... Oh, wat is hier gebeurd? Alles eentje hoger nog, want er moeten nog dingen tussen. Nog deze. Hoe heet die blok ook alweer? Weet ik veel. Oh ja, wals. Wals moeten er tussen. Hoppa, hoppa. En dan zit dat wel goed op deze manier. Oh, wacht. Hier nog iets hoger zo. Oeh, dan kan ik hier gelijk kan ik dit doen. Wow, je had niet eens over nagedacht, maar dit komt eigenlijk best wel mooi uit. Kijk, zo.
Want dan kan ik hier ook stairs plaatsen. Om dit vervolgens ook dicht te bouwen. Oh my days, kijk wat leuk. Kijk hoe leuk dit eruit ziet als je hier nu aankomt. Ik had zo niet wacht tot de hele stad er zo uitziet zoals dit, jongens. Echt waar, ik ben zo hyped daarvoor. Oké, ik denk dat we dan nu het plein even met rust moeten gaan laten. Voor, gewoon houden voor wat het is. Kijk, laat ik dit even zo. Wat staat hier? Maar ik wil helemaal niet dicht. Zielig. Oh, René vindt het zielig dat de mijn dicht gaat. Ja, maar het moet gebeuren, René. Er moet gewoon een plein komen hier. Ik denk dat het veel beter dan dat die mijn daar zit. Alright, nu we toch deze benodigde blokken allemaal bij ons hebben, kan ik net zo goed dit gedeelte hier even fixen. Want dat wilde ik ook nog doen. En ik zie het al helemaal voor me. Hier een leuk terras. Of nou, een terras. Een leuk oppervlaktetje waar je kan lopen. En dan hier een leuke ruimte voor weet ik veel wat. Even kijken. Well, eerst moet dit helemaal weg. Zo. Omdat ik dan hier volgens zo kan gaan doen. Ik vind dit echt zo'n leuke stijl, jongens, om mee te bouwen. Om die paaltjes hier te bouwen. En zo trouwens laat ik het een beetje 3D doen. Oh, ik heb ook echt... Ik heb het verkeerd gemaakt. Maar laten we hem ook een beetje... Beetje dik doen op zijn minst, zoals dit. En dan hier weer terug naar binnen. En dan hier een drie dikke trap. En dan even kijken. Laten we hem tot de farm lopen, oké? Kijk, doen we hem tot hier. Zo, even kijken hoe hoog die moet. Volgens mij moet die... Ik wil dit natuurlijk wil je opgevuld hebben. Zo. Dus dan moet hij nog eentje hoger. Wat is op het moment, jongens, jullie favoriete gebouw in mijn stad? Ik heb natuurlijk zoveel gebouwen inmiddels. Maar wat is jullie favoriete gebouw? Is het nu de arena? Is het de kerk? Is het het kasteel zelf? Is het René de nieuwe huis? Zie je die ook? Huh, wat is dit? Huh? Waar komt dit vandaan? Er is ineens hier een huis gespand of zo. Ik denk dat Floor dit aan het maken. Waar komt dit vandaan? What the fuck? Wel heel leuk. Want je kan echt gewoon precies hier zo dat pad ervoor laten lopen, zoals dit. En dat pad kan nog steeds doorlopen hier naar de ingang van het kerkhof. Oh my days, maar er staat hier ook ineens een huis. Wat is dit al je favoriete huis, jongens? Nee, maar laat nu zeker even weten in de reacties wat jouw favoriete gebouw is in mijn stad. Ben ik heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd wat jullie favoriete gebouw is. Oké, bim, bam, boom. Zo, en dan doen we dat hier ook eventjes leuk. Zo. Nou, hetzelfde idee als bij alle andere dingen natuurlijk. We plaatsen het gewoon leuk dicht op deze manier. Gewoon een beetje random blokken weer ertussen. Dan moet dit randje trouwens moet wel even hoog zijn inmiddels. Die barbare tijd dat we alles op verschillende hoogtes hebben, die is voorbij, jongens. Die is niet langer. Wij zijn niet meer barbaren. Wij zijn mensen die leven in een maatschappij met elkaar. Weet ik veel wat. Kijk, doen we even zo. Zo, zo. Omdat we dan hier een trap kunnen maken. Misschien kunnen we het zelfs zoals dit doen. Dat is denk ik wel leuk. Kijk, en dan doen we zo. Hoppa. Hier doen we dit. En zo. En dan droppen we hier natuurlijk ook walls tussen. De welbekende walls. Voor nu even dirt hier. Gewoon, hè, uiteindelijk. Ik blijf het zeggen elke episode. Ja, ja. Dit wordt uiteindelijk ook gewoon steen. Alleen moet ik het wel een keertje gaan doen dan. Zo. Hoppakee. Wordt dit ook opgevuld met dirt. Om het zo ook mooi af te sluiten met walls die op zijn. Ik heb geen walls meer. Oké, dat is weer nieuw. Die kunnen trouwens wel lanterns staan, denk ik. Ik weet niet of het heel leuk is, maar voor nu laten we er even lanterns staan. Dan is dit opgevuld. Dan kan het pad loopt natuurlijk hierheen. Misschien dat dit de tuin wordt van dit huis. Ik weet het niet. Misschien, ja, er is genoeg ruimte voor andere dingen hier. Misschien kraampjes of zo. Of weet ik veel wat hier allemaal kan. Maar het zou net zo goed een tuin kunnen zijn. Dat dit vanaf hier een heg is, weet je. En dat dit hele hoekje hier gewoon de tuin is van dit grote huis. Maar dat moet René maar even laten weten. Want het is natuurlijk haar tuin, haar huis. Ik heb in ieder geval dit even netjes gemaakt. Vind ik nu zo. Het pad hier mag René ook zelf gewoon even netjes maken. Hier moet ook weer zo'n verhoging komen. Dus laten we die maar even snel maken. En we zijn daar ook weer klaar mee. Ik vind het heel leuk. Als je nu aankomt lopen, ziet het er zoals dit uit. Nou, wat ik altijd al wil, is stedelijk. Het ziet er echt heel stedelijk uit. Het pad is er nog niet. Omdat ik zie hier weer... ik zie hier weer potentie voor een nieuw huisje. Of iets nieuws. Gewoon in ieder geval. Een nieuwe bult. Er is genoeg ruimte daar. Dus ik wacht nog even met het pad. Hier is het ook hoog. Maar dat komt ook daar misschien nog van die palen wil. Geen idee. Maar ja, dan moeten we eerst kijken wat hier terecht komt. Dan kom je omhoog. Ben je op een leuk platform terechtgekomen. Nou, dan moet de vloer nog gedaan worden natuurlijk. Hier kan een leuke tuin komen. Misschien wel een vijvertje of zo, weet ik veel wat. En als ik het zo zie, vind ik dit eigenlijk wel een klein schattig huisje voor Willy. Maar ja, Willy die is wild. En Willy die loopt waarschijnlijk daar ergens rond als de dorpsgek dat hij is. Maar hij heeft wel... Dit zou wel een perfect huisje voor hem zijn. Zo'n leuk tussenplatformpje hier met het huisje erop. En dan ga je iets hoger hier en dan kom je bij het grote huis terecht. En ja, daar is gewoon nog veel te doen natuurlijk. Maar ja, wat ik al eerder zei, misschien een tuin hier en zo. En weet ik veel wat. Ik vind het in ieder geval heel leuk hoe het hier nu uitziet. Hier kan een tuin komen met een boom en weet ik veel wat. Er moeten natuurlijk uiteindelijk ook nieuwe bomen geplaatst worden. Dat al die bomen weg zijn gehaald. We moeten wel nog steeds een beetje om de natuur denken. Inmiddels is hier ook het gras helemaal aangegroeid. Althans, bijna. Alle dirt is bijna weg en het is gewoon gras geworden. Dus dat is ook mooi. Dan is het weer een geheel. Veel gedaan weer deze aflevering. Althans,
Hij duurt lang voor mij, maar ik weet niet of het een hele lange video is voor jullie. Maar dat komt omdat ik de hele dag bezig ben geweest met de grote arena natuurlijk. Maar ik had nog één klein ideetje wat ik even met jullie wilde delen. Ik wil in dit huis hier achter de balie, wil ik mijn blacksmith villetje zetten. En toen dacht ik van, ja, nee, dat is een leuk idee. Maar wat nou als ik dat bij elk huis in de hele stad hier doe? Elk huis die krijgt zijn eigen villager met zijn eigen functies. Zoals hier hebben we de molen. Nou, daar komt dan de farmer als het ware. De farm villager. Ik wil daar natuurlijk een soort vissershuisje waarschijnlijk bouwen. Nou, daar komt een... Ja, wat is het? Is er een vissers villager? Misschien? Is er iets met vis? Geen idee, maar ja, daar komt dan een vissers villager terecht natuurlijk. Hier komt misschien een Fletcher of een andere nuttige villager. En zo enzovoort, maar dan door het hele dorp heen. Zodat alle huizen die we gebouwd hebben zijn natuurlijk niet alleen voor de sier. Maar die zijn ook nog eens nuttig ook. Dat ik ook echt daadwerkelijk die huizen op moet gaan zoeken als ik wat van ze nodig heb. Ja, dat leek mij wel een leuk idee. Maar goed, voor vandaag gaan we de video weer afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat vond en like ook even. En dan nu kijk jij deze video, want dit is het vorige Content Veen deel. En als je deze niet hebt gezien, dan mis je gewoon een heleboel. Spreek later, graag, ja, tot 4 flesje bier. En tot de volgende keer. Yeah.